Het Heelglo is een hele grote recreatieplas en vraagt wat ons betreft, en daar is de eigenaar Leisureland's en de gemeente Winterswijk het ook mee eens, naar wat meer invulling dan er tot op heden was. Nou hebben jullie niet heel veel hobbels gekend, alleen financiële hobbels. Hoe hebben jullie dat opgelost? We hebben heel bewust uh, gekozen om een crowdfunding campagne in te starten. Uh, vooral uh, omdat wij uh, eigenlijk lokaal uh, ja, draagvlak wilden creëren voor ons idee. Want het is leuk dat wij, het, uh, dat wij enthousiast zijn, maar uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk om de Winterswijkers en, uh, en haar toeristen. Dus uh, daar hebben we uh, in Kapitaal Lokaal en, uh, uit Groenlo een hele mooie partner uh, gevonden. En uh, ja, het was. Een flinke uitdaging, maar uiteindelijk hebben we 205 ambassadeurs en mensen die ons dus een, een warm hart toe dragen. En iedereen was dus heel enthousiast over jullie plan? Ja, eigenlijk wel. Uh, tuurlijk, uh, bij dit soort initiatieven uh, ontkom je er niet aan dat er ook mensen zijn die er een andere mening over hebben. Maar uh, ja, het is heel erg goed ontvangen. En ook op uh, online zijn de mensen ontzettend enthousiast en kunnen ze niet wachten om, uh, om hier te komen als het open gaat. Nu zien we op de achtergrond een soort Antilliaanse geveltjes tevoorschijn komen. Kan je uitleggen wat jullie daar aan het maken zijn? Ja, inderdaad. Het is een beetje Curaçao-stijl. Er komt een heel mooi beachterras met foodtrucks erbij... Uh, en uh, op het strand komen een heleboel boel, uh, strandstoeltjes te staan. Dan uh, komt daar een mooie uh, aanlegstijger met uh, varende terrassen waar mensen uh, ja, gezamenlijk kunnen barbecuen uh, terwijl ze over het heelgelo heen varen. En een heel mooi uh, aquapark dat bestaat uit uh, opblaasbare uh, hindernistoestellen.